Ik ben al sinds 2012 onderweg naar het einde van mijn 12-delige theaterserie Missie Marquez. Het is mijn missie om een theatrale vertaling te maken van het boek 100 jaar eenzaamheid. En het is een eerbetoon aan het magisch realisme van de schrijver Gabriel Garcia Marquez en mijn oudoom Kees van den Broek. Hij vertaalde het boek uit het Spaans naar het Nederlands. Ik reis al jaren door het boek en doe onderweg verslag aan het publiek. Je kunt het een beetje zien als een literaire safari. In dit paradijs van vocht en stilte, ouder dan de erfzonde waar hun laarzen wegzakten, in dampende oliepoelen en hun kapmessen zich door bloedende lelies en goudkleurige salamanders kliefden, werden de leden van de expeditie geplaagd door hun alleroudste herinneringen. Een week lang trokken ze als slaapwandelaars door een heelal van verdriet, bijna zonder te spreken. Nauwelijks bijgelicht door het vage schijnsel van lichtgevende insecten, hun longen vervuld van een verstikkende bloedgeur. Terugkeren konden ze niet, want het pad dat ze zich onderweg hakten, sloot zich in korte tijd weer met een nieuwe vegetatie die ze bijna voor hun ogen zagen groeien. Dat geeft niet, zei José Arcadio Buendía. Het belangrijkste is dat we de richting niet kwijtraken. Tijdens mijn missie ben ik vaak verdwaald geweest, vertraagd of van het pad geraakt. Maar 100 jaar eenzaamheid was altijd mijn reisgids en heeft me altijd richting gegeven. Dit begon toen ik 4 jaar oud was en mijn oudoom Kees kwam te overlijden. Ik erfde de royalties van zijn 140 vertalingen, waaronder die van het boek 100 jaar eenzaamheid. En de vertaling van dit boek heeft mijn leven veranderd, want van de royalties van oud-oom Kees' vertaling heb ik theater kunnen studeren. Het enige wat ik voor mijn theatrale vertaling hoef te doen is de verbintenis zoeken tussen de gebeurtenissen uit het boek en de gebeurtenissen in het hier en nu. Soms is het ook wel een beetje eng, want het boek voorspelt al jaren wat er in mijn leven gebeurt of is gebeurd en onderhand ook in de levens van de acteurs en alle mensen die meewerken aan Missie Marquez. Deze zomer zouden we hier op Terschelling onze missie voltooien. Samen zouden we de serie tot een goed einde brengen. Maar ik had natuurlijk kunnen weten dat het heel anders zou gaan lopen, want ik ken het boek en ik weet ook hoe het eindigt, nogal apocalyptisch. Maar ik had gehoopt en ook eigenlijk wel een beetje verwacht dat er eens een keertje geen parallel zou zijn tussen het boek en ons. Toen ik op de pagina's aankwam met de stormen en de regen, werd Nederland geteisterd door stormen met name als Dennis en Kiara. De schuttingen van mijn vormgever werden zelfs uit de grond gerukt en vlogen door de straten van Amsterdam-Noord. De straten lagen verlaten onder de onophoudelijke regen en de huizen waren dicht zonder een teken van leven binnen hun muren. Het regende 4 jaar, 11 maanden en 2 dagen. De hemel verbrokkelde in een paar loeiende stormen en het noorden zond een paar orkanen die stukken van de daken rukten en muren omverbliezen. De atmosfeer was zo vochtig dat de vissen door de deuren hadden kunnen binnenkomen en door de vensters hadden kunnen weggaan, omdat ze gewoon konden zwemmen in de lucht die in de kamers hing. Iedereen herinnert zich vast nog wel die bloedhete zomer waarin we gekweld werden door de zwevende haren van de eikenprocessierups. Mijn hond heeft zelfs nog in een nest gehapt en zwol op als een ballon. Zelfs toen had ik nog niet door dat deze natuurplagen overeenkwamen met wat er in het boek geschreven stond. Santa Sofia de la Piedad beschikte nog over de tijd, nog over de middelen om deze uitbundige woekering van de natuur tot stilstand te brengen. Op een gloeiend hete dag zag ze hoe de rode mieren de tuin overstaken, de balustrade van de veranda beklommen waar de begonia's al dezelfde kleur hadden verkregen als de aarde waarin ze stonden, en vandaar doordrongen tot diep in het huis. Ook al veegde en stopte ze daar 3 maal per dag, begreep ze dat ze verslagen was. Zelf was ik nog lang niet verslagen, want met mijn theatergezelschap Compagnie Kistenmaker ging het top. We hadden een prijs gewonnen, dus de financiën waren rond
De acteurs hadden er zin in, het script van 100 pagina's was af en de locatie hier op het eiland was uitgezocht. Op de buslus zouden wij in première gaan. Dat is naast bushalte de Wierschuur en daar moet de bus keren omdat het eiland daar eindigt. Het leek me een mooie locatie voor het einde van onze serie. De laatste halte. Het zou een grande finale worden in de open lucht en toen moesten we allemaal naar binnen door het coronavirus. En toen werd wel duidelijk dat het einde van de serie Missie Marquez nog lang niet in zicht was. Want nu zit ik hier alleen in een bus en mijn acteurs zitten thuis in quarantaine. Zelfs onder deze omstandigheden konden Aureliano en Fernanda hun eenzaamheid niet delen. Maar ieder bleef leven in zijn eigen verlatenheid en ieder hield zijn eigen kamer schoon, terwijl het spinracht neersneeuwde over de rozenstruiken en zich langs de balken drapeerde en de muren met een dikke laag bedekte. Ineens was de titel van het boek actueler dan ooit. Over de hele wereld voelden mensen zich eenzaam. Zaten ze in hun huizen, alleen, alsof het een eeuwigheid duurde. Er woekerde een virus terwijl buiten de zon scheen. Dat was voorlopig het einde van onze serie. Wanneer het definitieve einde van Missie Marquez komt, weet ik niet. Tot die tijd blijf ik rustig wachten tot het einde komt.